Bij de Leidse dating-app Breeze kun je niet eerst chatten, maar ga je meteen met iemand wandelen. En dat blijkt een schot in de roos. Ja, ja, we geven mensen een meeting point en zeggen, nou, jullie moeten elkaar daar om 3 uur. Ga samen een koffietje of een biertje halen en doe een wandeling. En we merken dat mensen dat toch wel veel leuker vinden dan in een café. Het is veel laagdrempeliger, je moet toch naar buiten, je wilt toch wandelen. Dus waarom niet een nieuw iemand ontmoeten tijdens zo'n wandeling? Jamin heeft een date. Behalve een profielfoto en een korte omschrijving weet hij niets van zijn date. Nee, nog niet. Helemaal niet. Nog niet geen contact gehad. Dus ja, dat sprak me eigenlijk wel aan. Tinder en zo, daar zit je natuurlijk eerst even te chatten. Maar dat was meer een sollicitatieproces dan echt een datingschat. En dit is even wat spontaner, dus dat vond ik wel leuk. Datingcoach Charmaine ziet zeker voordelen van het wandeldateconcept. Zeker, ik ben daar echt absoluut een voorstander van. Ja, je zit niet tegenover elkaar, je hoeft niet elkaar de hele tijd in elkaars ogen aan te kijken. Je kan ja, toch een beetje elkaar aanraken zonder dat het awkward wordt. Dus ja, ik vind het echt ja, geniale uitvinding. Inmiddels hebben in Leiden meer dan 1000 singles een wandeldate gehad. De datingcoach heeft nog wel een goede tip voor de daters. Zeker ook bij mannen. Mannen willen altijd heel graag gaan voor die Barbie. Maar dan zijn ze zelf dus nog geen Ken. En bij vrouwen zit het soms net weer dus andersom. Waardoor ze dus een foto plaatsen omdat ze wat onzekerder zijn van 10 jaar geleden. Maar dan ja, zoek hetgene wat bij jou het beste past.